Bij twee keepers, Dave en Bart. Wat vonden jullie van de match? Wel, dat een David maar antwoord. Hij heeft gespeeld. Ja, vond maar jij dat al eens gezien, hè? Ik vond dat we eigenlijk redelijk goed begonnen waren. De eerste 20 minuten en een half uur zeker. En op een gegeven moment belast hij een penalty. En hè, wie is dat? Ja, de scheidsrechter. Die rare meneer. Op een manier wat voor velen nog altijd onduidelijk is. Voor mij ook trouwens. En die wil binnen en er komt frustratie en we pakken twee keer rood. En, en dan speelde men 9 man en dan weet eigenlijk dat je verloren hebt. Ik vond dat de inzet wel dik in orde was. Bart? Oh, ik vond de inzet zeker niet slecht, ook al hadden we 9 man. We zijn er blij voor knokken en we hebben eigenlijk die mannen nog vrij veel voetballes gegeven, vind ik. En, veel voetballen zitten er bij die mannen niet in. Ja, de score stond er wel, dus ja, we kunnen erop zeggen. Dave, jij was de speler van de week, wat vind je daarvan? Ja, dat is leutig natuurlijk, maar ja, ik ben dat toch liever niet, want dat wil dan zeggen dat we een paar golen gemokt hebben en meestal gewoon hebben ook. Nee. Jij bent geschorst deze week. Normaal staat Bart in de goal, maar die is ook geschorst. Wat vind je daarvan, Bart? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje pech. Dat is spijtig voor de ploegen, dat is niet echt pech. Dat is eigenlijk mijn eigen stomme schuld. Ik had gisteren bij de reserve met een grote mond maar moeten halen, maar het ging er wel even over met die arbiter, vond ik persoonlijk. Ook al. Maar dat gezegd van ik was nog niet aanwezig. Wat ik heb gezegd, dat weet ik al niet meer. Weet ik het wel. Vertel het maar. Dus. Nee, dat moet je zelf doen. Dat is niet En Glenn, onze derde keeper, is ook geblesseerd. Joff is dan in de goal. Denk dat hij het goed gaat doen? Ik ben er nog niet zo heel zeker van dat de Joffrey gaat spelen. Jij Joffrey, jij Kenny, maar jij doet nog de Kurt. Ik weet het niet. Het zal een beslissing zijn dat de Frank moet maken. Sowieso heb ik de vrouwen. Wie denk jij dat het zal worden? Ik weet het echt niet. Ik hoop eigenlijk dat het in ieder geval een keeper is die zijn best doet. En we zien wel hoe dat wordt. Het zal maar kunnen winnen, zeker. Hè. Het zal misschien niet beter zijn voor Joffrey dat hem ook eens een match kan spelen. Ja, maar die is nog jong, die jongen. Hoe oud is hij? 17? 16? 16, 17 jaar. Ja, die is goed bezig. Dat is een redelijk grote keeper, maar ja, hij is goed bezig. Dus ja, misschien moet hij die kans ook wel krijgen, maar dat zijn geen beslissingen dat wij moeten maken. Maar 16 jaar is nog wel redelijk jong, zeker voor de keeper. Ja. Oké, bedankt Dave en Bart. En ja. Ga maar naar Burgten.